Dag, ik ben Marinus de Poter en ik help teams om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig merk ik in de praktijk dat het belang van leidinggevenden onderschat wordt. Hun functie wordt in sommige organisaties verrengd tot een P-coördinator. Dan krijg je iemand die verlofaanvragen moet goedkeuren en voortgangsgesprekken moet houden, maar die slechts beperkt idee heeft waar de professionals en zijn of haar team inhoudelijk mee bezig zijn. Je herkent het vast vanuit je eigen praktijk. Het is jammer en het kan gelukkig veel toekomstbestendiger. Realiseer je als directie of managementteam dat leidinggevenden op alle niveaus, inclusief jullie zelf, de belangrijkste mensen binnen jullie organisatie zijn. Investeer daarom flink in leidinggevenden en wees kritisch op hun functioneren. Want jullie huidige organisatiecultuur is de resultante van de kwaliteit van de leidinggevenden. Mensen zijn gevoelig voor het gedrag van hun bovengeschikten. De sfeer die leidinggevenden creëren bepaalt het werkplezier en daarmee de prestaties van iedereen in hun teams. Leidinggevenden nemen collega's aan, ontwikkelen hen en nemen ook weer afscheid van hen. Dat gaat over hele wezenlijke beslissingen. Als leidinggevenden foute keuze maken, dan zit jullie organisatie opgescheept met medewerkers die niet competent en die niet integer zijn. Elke organisatie heeft coördinatie van het werk nodig en zorg ervoor dat jullie leidinggevenden snappen waar het werk praktisch en inhoudelijk over gaat. Dat zij bekend zijn met de dilemma's van de mensen en hun teams. Het gaat dus over veel meer dan het bijhouden van een paar KPI's in een spreadsheet. Wees er alert op dat beleid primair wordt geformuleerd vanuit het perspectief van de leidinggevenden. Want zij moeten dat beleid uitvoeren. En dan is het belangrijk dat dat beleid ook uitvoerbaar is. Dus niet zomaar over de schutting flikkeren. Doe het hen ook niet aan, bijvoorbeeld zo'n competentiemanagement systeem, waarbij zij hun medewerkers periodiek moeten beoordelen op minstens 30 variabelen. Wees zuinig met allerlei aantoonbaarheidsvereisten. Zorg er ook voor dat jullie leidinggevende bevoegdheden hebben die passen bij hun verantwoordelijkheden. Gun hen ook een goede coach. En als een leidinggevende niet functioneert, ondanks alle energie die jullie erin hebben gestoken, verlos hun medewerkers dan van die leidinggevende. Maar daar worden jullie interne en externe klanten blij van. Neem gerust even contact op als je wilt sparren over de uitdagingen van jouw team. Ik hoor graag van je.